Met de opbouw van het podium voor de Dordtse feesten op het Zwarte Zwaantje werd dinsdagmiddag gestart. Aan de Lange Wandijkade waren een hoop mensen aan het werk om het voor elkaar te krijgen. Woensdag gaat het schip naar de Energiekade voor het eerste weekend van de Dordtse feesten. De eerste dagen dat is dus Back to the Rivers. Dat is 3 dagen lang een alternatief voor Big Rivers. Vorig jaar was het natuurlijk al duidelijk dat Big Rivers niet door zou kunnen gaan deze zomer vanwege de coronamaatregelen. En als het door zou kunnen gaan, dan hoorde dat gewoon te laat om alles nog goed te kunnen organiseren. Dus dat is de eerste 3 dagen met vrijdag de Wolf, zaterdag Tyfoon en een Hollandse avond. En op zondag hebben we Eefje de Visser. Dus we doen 7 verschillende shows. En elk programma komt 2 keer voorbij met dan die Hollandse avond op zaterdag als aanvulling. Nu zijn er natuurlijk vorige week extra coronamaatregelen aangekondigd. Hoe gaan jullie daarmee om met tickets en de 1,5 meter? We zouden in eerste instantie zou het al allemaal 1,5 meter zijn, coronaproof. Toen wij de mogelijkheid kregen om met de corona check app te gaan werken, hebben wij gekeken van willen we daarmee werken. Toen hebben we besloten dat gaan we doen. Mensen konden nog steeds zitten, mensen konden ook staan, konden rondlopen. We krijgen veel vragen van mensen die met meerdere mensen willen komen. Dus niet met z'n tweeën of met z'n vieren, maar met grote groepen. Of oneven aantallen. En dat is lastig in de situatie zoals we die hadden. Je krijgt ook meer festivalgevoel als je rondloopt. Mensen kunnen naar de bar, kunnen biertjes halen. Dus we hebben gekozen van we gaan inderdaad het festivalterrein vrijgeven. Het terrein was wel al zo hybride ingedeeld dat per evenement gekeken kon worden. Gaan we de 1,5 meter vrij laten. Dus inderdaad gaan we rondlopen of gaan we inderdaad geplaceerd op 1,5 meter werken. Dat hybride is er nu af. Dus ook Back to the Rivers gaan we terug naar zoals het oorspronkelijk bedacht is. Iedereen moet gaan zitten op zijn plek. Ja, en dan vanaf je plek een biertje bestellen. Ja, met de QR-code en met de mobiel kan er dan een biertje besteld worden en dan wordt er bij je gebracht.